Tegenwoordig is er heel veel belangstelling om zelf groente en fruit te kweken. En daar is niet per se heel veel plaats voor nodig. Maar heb je toch een grote ruimte ter beschikking, dan is dat natuurlijk een voordeel. Zoals hier in de buurt van Brugge. Maar aan ruimte is hier duidelijk geen gebrek, maar dat is ook logisch, want dit was vroeger een boerderij, hè? Ja, en die wordt nu eigenlijk verbouwd tot woningen. Hè. Ja, maar daarmee weten we ook wel heel zeker dat hier geen beesten meer gaan vetgemest worden, laat staan geslacht worden natuurlijk. Hier wordt ingezet op het kweken van heel lekkere groente en fruit. Hier ontstaat een voedselbos. Ja, een voedselbos, een modewoord. En natuurlijk is het beste van twee werelden. Hè. Mooi om naar te kijken en lekker om van te eten. Het wordt een eetbaar landschap met een grote verscheidenheid aan types planten. Van planten die het echt wel met hun wortels heel diep in de grond moeten zoeken. Maar ook bodembedekkers, kruidachtige planten, lage struiken, hoge struiken, bomen en zelfs klimplanten toe. Met één gemeenschappelijk kenmerk. Ze bieden allemaal wat om te eten. Of het nu die knollen en wortels zijn, of dat bladeren zijn, bloemen zijn, zaden, vruchten, bessen, noem maar op. Maar allemaal samengebracht in één groot ecologisch geheel. Ja, het klinkt heel gevarieerd, maar er is nog behoorlijk wat werk te doen eerst, als ik zo eens rondkijk. Ja, het is enerzijds een groot terrein en er is een ontwerp gemaakt door Louis de Jager, eigenlijk echt ook wel een wereldautoriteit op vlak van voedselbos. Het is wel een Vlaming en hij werkt ook in België. Grote tuinen, maar ook hele kleine tuintjes. Maar hij is internationaal bezig en is zelfs bezig met een project aan het andere eind van de wereld. Een voedselbos van 400 hectare. Maar het ontwerp dat hij hier maakt, is nu net in uitvoering door een tuinaannemer. Nu, alles bij elkaar is het toch niet alledaags om zo'n groot terrein om te bouwen tot een voedselbos, hè? Nee, het is inderdaad wel ruim. Want als je ziet, het begint daar aan die oude fruitbomen die gelukkig bewaard zijn geworden. Hier tot aan die oude meidoornhaag, ook heel erg belangrijk naar biodiversiteit toe. En natuurlijk aan die kant tot tegen het bosje. Het is ruim bemeten, maar dat wil niet zeggen dat tuinaannemers alleen maar moestuinen aanleggen op dit soort formaat van tuin, hoor. Want ja, zeker ook bij nieuwe tuinen en ook in gerenoveerde projecten mag de moestuin echt toch ook wel een schoonheid worden. Het moet niet meer zomaar een stukje omgespit terrein zijn waar dat wat prei en die smeer wordt geplant. Maar het mag echt wel iets hebben met vaste paadjes, met moestuinbedden en natuurlijk ook een mooi decor van struiken en bomen. Ja, er zit inderdaad een heel mooie structuur in met die combinatie van cirkels, hè? Ja, en als we binnen zoveel tijd hier zouden terugkomen, dan ga je zien dat dat eigenlijk ook wat de vorm heeft van een mandala. En mandala kennen de meeste mensen natuurlijk toch wel van die tekeningetjes, heel fijn uitgewerkt, die je zo in zachte pasteltinten moet bijkleuren en liefst toch wel van de buitenkant naar de binnenkant. Maar eigenlijk is dat een gegeven dat hindoeïstisch en zelfs Tibetaans-boeddhistisch van oorsprong is en dat het doel heeft om de concentratie op te wekken. En dat is dus hier ook wel het geval, hè? Ja, en over concentratie gesproken, die heeft de tuinaannemer hier ook nodig. En hij is al een poos bezig hier, hè? Ja, eigenlijk is hij begonnen voor de winter, hè? Want we zitten nu midden februari en nu zijn de plantwerken bezig. Maar hij is effectief wel voor de winter begonnen, want dit is toch wel een drassig, een nat terrein. En dat vraagt een bijzondere aanpak. Om van een natte tuin een lekkere tuin te maken, daarvoor waren er letterlijk grondige ingrepen nodig. Een gedroomde klus voor tuinaannemer Mark Gallen. Mark, hier is al behoorlijk wat grondbewerking gebeurd, maar het was ook echt nodig, hè? Ja, dat was hier vroeger een paardenweide. De grond is altijd wat aangestampt door de paarden. Maar we hebben alles afgeplacht en dan met de haak mooi alles losgemaakt. Eigenlijk niet omgeploegd, want dan doe je eigenlijk je bodemleven kapot. Ja. We hebben het eigenlijk afgeplacht en gewoon diep gewoeld om lucht in de bodem te krijgen, want het kan hier soms wel nat zijn over winter. Ja, stel dat je dat nu niet zou gedaan hebben, kan je dat later nog oplossen? Eigenlijk niet. Als het aangeplant is en als alles gezaaid is, kun je er eigenlijk weinig nog mee doen. Je kunt wel standplaatsverbetering doen met ploffen, met de lucht in de bodem te pompen en dan op te vullen met lava of een ander substraat. Maar dat is eigenlijk meer voor standplaatsverbetering voor bomen, natte plekken en gazon.
Maar voor zo'n gans terrein van 1000 meter of meer is dat eigenlijk onbegonnen werk. Nee, het is beter zoals je het nu gedaan hebt. Ja. Is hier nu nog extra drainering nodig of hoeft dat niet? Wel, het is hier wat natte grond in de winter. We zitten met een kleilaag, diep op 70 centimeter zitten we met een kleilaag. Dus het water kan hier wel een tijdje blijven staan. Dus hebben we gezorgd dat de plantbaan ietsje hoger dan het terrein zijn. En we hebben dan nog een drainagebuis langs de vakken geplaatst die dan naar de wadi afgevoerd wordt. Eén ding is hier zeker, aan ruimte geen gebrek. Daar kunnen best wat lekkere bomen en planten een plek vinden. En materiaal, dat is er meer dan voldoende. Nu, al bij al is het toch niet zo makkelijk om je voor te stellen hoe dit er over enkele jaren zal uitzien. Hè? Als je rekening houdt met planten die er nu al staan, die er nog moeten bijkomen, dit wordt echt een parktuin. Met een veelheid aan planten. Hè. Maar planten die ook wel heel degelijk en goed overwogen geschikt zijn. Want kijk, ik heb op dit plannetje zo wat bijgekleurd. En dan zie je ineens dat al die bomen die er komen. En de bomen, denk natuurlijk aan appel, peer, kers, pruim. Maar evenzeer ook okkernoot en kastanje. Je ziet dat die eigenlijk allemaal wat weggehouden zijn van onze cirkel hier. Die gaan allemaal eigenlijk naar de buitenkant. Zodat ze ook nooit schaduw gaan geven op de groente en het fruit dat we eigenlijk niet zouden willen. En het anders gekleurde hier, dat zijn eigenlijk allemaal de struiken. En bij struiken mag je hier natuurlijk denken aan bessen. Rode bes, stekelbes, zwarte bes, gojibes, honingbes, noem ze maar op. Maar ook hazelnoten, zilverbes en noem maar op. Maar die vormen dan eigenlijk ook weer coulissen die onze groenten uit de wind gaan zetten. Ja, en die coulissen zijn natuurlijk ook goed voor de beestjes die hier rondkruipen. Ja, zonder meer, want al de bloemen die daarop gaan komen, die lokken heel veel insecten. En die hebben we natuurlijk ook wel graag in deze tuin, want daaronder ook heel wat bestuivers die gaan zorgen dat onze groenten en ons fruit nog meer gaat opbrengen. Ja, en tegelijk, insecten lokken natuurlijk ook wel vogels en die hebben we natuurlijk ook graag in de tuin om de te veel wel eens ooit aan schadelijke insecten weg te werken. En zo krijgen we dus eigenlijk een biologisch heel gezonde tuin hier. Ja? Met mooie groentebedden en de variatie die daarin komt is ook enorm, hè? Zonder meer worden er ook de groenten geteeld die we kennen, ook zelfs nog uit de tuin van onze grootouders. Hè, en die we elk jaar opnieuw moeten zaaien of planten. Of dit nu prei en selder, sla en noem maar op is. Maar ze komen hier eigenlijk wel in combinatie met groenten die je maar eens moet planten. Hè. Denk aan rabarber, maar ook kardoen, artisjok, doorlevende ui, doorlevende venkel. Allemaal dingen die je dus plant voor de komende jaren. Denk zelfs nog asperges. De komende 10 jaar ben je daar echt wel gelukkig mee. En die staan dan hier eigenlijk allemaal in verhoogde bedden. Zodat ze ja, net een beetje meer lentewarmte, zomerwarmte krijgen. Dus nog beter gaan groeien. En als het eens hard regent, dat ze toch niet met de wortels in het water staan. Ja, en nog een voordeel van die verhoogde bedden is dat je het niet moet intrappen als je aan de planten wil werken. Je kan het vanaf de rand doen en je moet ook niet meer spitten. Ja, en ondertussen weten we natuurlijk dat spitten niet de beste manier is om grond te bewerken in een moestuin. Hè? Want bodembleven is toch al zo belangrijk. Hè? En we weten ondertussen dat er heel veel bodembleven is dat toch wel net zuurstof nodig heeft. Dat zich dus eigenlijk afspeelt en ontwikkelt in die bovenste paar centimeters van de grond. En ga je spitten, ja, dan keer je dat gewoon ondersteboven en dan ga je ze verstikken. En het bijzondere aan de moestuinbedden hier is dat de eigenaar ze zelf heeft gemaakt met afbraakhout ook van de woning. En heeft ze eigenlijk op een goede maat gemaakt, zo net 1,20 meter breed, zodat je er langs alle kanten heel goed aan kunt. En het is een handige man, moet zonder meer gezegd, want kijk eens naar de serre, die heeft hij ook zelf gemaakt. Maar dat laat tegelijk ook wel zien dat hij echt wel zit ja, te wachten om toch wel in zijn voedselbos aan de slag te gaan. Hij zal nog even geduld moeten hebben. Op lekkere hapjes is het hier in elk geval nog wel even wachten. In Meerdonk, in het Waasland, valt er ondertussen al iets meer weg te knabbelen. Marcus, we staan hier in een mooi groene omgeving, vlakbij het voedselbos van de VZW Pomona. Nu, wat is Pomona eigenlijk?
Pomona is eigenlijk een groep jonge mensen die besloten hebben om zelf hun voedselproductie voor een deel in handen te nemen. We hebben wat centen samengelegd, we hebben grond gekocht en we zijn gaan samenwerken met boeren. En tot nu toe produceren wij al een groot deel van ons voedsel. Ja. Dus dat is gelukt. We staan hier bij dat voedselbos. Nu, dat is iets heel anders dan een gewoon bos natuurlijk. Het zijn totaal andere planten. Hè? Ja, dit zijn eigenlijk planten die ofwel enig nut hebben ofwel op zijn minst eetbaar zijn. Dus wij maken wel bepaalde keuzes, ja. Ja, en welke keuzes vooral? Wij hebben een aantal notelaars en kastanjes, hazelaar. We hebben klein fruit. Wij hebben ook een paar buitenbeentjes die wat minder bekend zijn. Zoals Szechuanpeper, kaki, pauw. We zijn ook een soort labo. Wij proberen van alles uit. En dan zien we wel wat er van komt. Nu, jullie combineren dit project met bijenkasten, ook met schapen? Ja, dat zijn onze werknemers. Die schapen die houden het gras kort waar wij het graag kort hebben. En de bijen die zijn onmisbaar natuurlijk. Wij hebben een aantal dingen die zeker moeten bestoven worden. En dat doen zij met veel verven. En op het einde van het seizoen krijgen we dan nog een paar potjes honing in ruil. Jullie zijn hier 3 jaar bezig. Hoe lang heb je nodig om tot een volwaardig voedselbos te komen? Er zijn al een aantal dingen die vrucht dragen, maar eigenlijk hopen wij productief te worden na een jaar of 7. De eerste jaren heb je wel een beetje bes in de zomer. Mm-hmm. Maar zeker noodlaars, kastanjes, godje bes, dat zijn allemaal dingen die je met een horizon hebben van 7 jaar. Ja, nu, er wordt wel eens gezegd van om zo'n voedselbos volwaardig te maken, heb je minimum 6000 vierkante meter nodig. Oh, klopt dat? Op een kleine oppervlakte kan je ook enorm veel doen. En dat heeft ecologisch zelfs nog een grotere impact. Alleen moet je dan kiezen voor kleinere bomen, kleinere struiken, onderstammen die niet uitgroeien tot hoogstam. Dat is eigenlijk een kwestie van keuzes maken, maar het kan zeker. Oké, kleine stadstuin. Geef eens een paar voorbeelden. Wat zou je daar kunnen doen? Je kan er zeker een laagstam appel en peer. Je kan daar hazelaar zetten. Je kan al die kleine bessensoorten daar zetten ook. De bedoeling is dat je een soort gelaagdheid krijgt. Als het overal moet lukken, dan zeker ook in een doorsneeformaat tuin in Brugge. Waar een wil is, is een smulweg. We zijn hier in de meest groene rand van Brugge. Prima plek dus om tussen al dat groen een tuin aan te leggen. Een heel gevarieerde tuin. Een gevarieerde tuin, maar vooral ook een heel recente tuin. Want vorig jaar zag er hier nog helemaal anders uit. Hè? En niet alleen de tuin hoor, ook de woning. Ja, je ziet, het is een bungalow, maar eigenlijk was het tot een paar jaar geleden ook alleen maar geschikt voor een kort verblijf. Ze was heel wat kleiner, is een stuk bijgebouwd. En die oppervlakte aarde die men heeft afgenomen, heeft men eigenlijk gecompenseerd door heel veel verharding die er vroeger was om die weg te nemen. Ja, dat kan je hier al zien, want waar nu de tuin hier opzij is, dat was vroeger een en al oprit. Oprit en ook parking naast de woning. En dat is er dus eigenlijk allemaal uitgegaan. Ja, ze hebben dat dus allemaal vervangen door groen. En ze willen dat smakelijk en ook smaakvol groen hebben. En als je dat zegt, dan denk je natuurlijk ook aan een voedselbos, aan een pluktuin. En zo kwamen ze eigenlijk terecht bij Louis de Jager, voedselbosspecialist. En ook bij Mark Galle van Westreef Tuinaannemingen. Ja, dat is hetzelfde duo dat de vorige tuin heeft aangelegd. Dus ik neem aan dat er wel vergelijkingspunten zijn. Hè? Een aantal dezelfde ingrediënten, wat je echt ook wel letterlijk mag nemen. Maar ook veel verschillen hoor, want ja, onze werf was heel ruim bemeten. Dit is, mag je zeggen, een normale tuin. Ja, en te midden van toch wel bos, heel wat bomen, grote bomen ook. Er staan hier inderdaad al heel veel bomen, maar er werd nog heel wat bijgeplant. Hè? Allemaal lekkere bomen eigenlijk, fruitbomen. Ja, in een mix van soorten. Hè? Appel, peer, perzik, pruim, noem het maar op. Het staat hier allemaal. En dat zorgt natuurlijk ook voor een grote variatie aan bloeimomenten, maar eigenlijk ook aan smaak en natuurlijk ook aan geur. Ja, nu, ik zei het al, er is veel bijgeplant. Er zijn veel fruitbomen. Dat betekent een enorme oogst. Niks om op korte termijn te verwerken natuurlijk. Maar dat doe je natuurlijk ook niet met de oogst van een voedselbos of een pluktuin, hoe dat je het ook noemt. Ja, want je wil gaan voor een maximaal zelfvoorzienend karakter. Oogst hebben voor zo lang als mogelijk in het jaar. En vandaar dus eigenlijk dat bijvoorbeeld bij die appel en die peer, dat het ook niet gebleven is bij één enkele variëteit, maar ook weer een variatie in variëteiten, zodat er evenzeer de vruchten zijn om dadelijk te eten, maar ook bewaarrassen die je dus zelfs tot
tot bijna in het voorjaar kan bewaren. Ja, en natuurlijk kan je ook nog altijd wel bakken, dessertjes maken, drogen. En je kan natuurlijk van een overschot ook nog altijd sap laten persen. Ja, mogelijkheden genoeg. Nu, er zijn ook bakken, daar zou je groenten in verwachten, maar het zijn allemaal kruiden, hè? Nu wel, maar er hebben wel degelijk vorig jaar groenten gestaan. Hè. Alleen, de tijdsbesteding van de eigenaar zat niet helemaal mee. Dus ze hebben gezien, het vraagt toch meer tijd dan dat we op dit ogenblik kunnen insteken. En ik zeg wel degelijk op dit ogenblik. Want ze willen die bakken echt wel bewaren om later opnieuw groenten te gaan telen. En dat de groenten hebben ingestaan, kan je toch nog wel zien. Kijk, want er is een tomaatje dat terug de kop heeft opgestoken. Een spontane zaailing van de oogst van vorig jaar. Ja, en ze willen de bakken niet leeg laten. En vandaar dat ze nu gevuld zijn met een variatie aan kruiden. Kruiden waar dat ze dus wel degelijk van oogsten en plukken om andere gerechten heel lekkere smaken of geuren mee te geven. En natuurlijk, als die in bloei komen, dan trekt dat ook nog eens insecten aan. En dat draagt ook weer bij tot die gezonde omgeving hier. Hier staan we wat verder achteraan in de tuin, tussen de oudere beplanting, maar die ook wel een rol speelt in dat voedselbosidee. Ja, we hoeven al niet verder te kijken dan deze eik. Hè. Het is een inlandse eik, maar vooral ook het is een zomereik. En dat kan je eigenlijk zien aan die lange steeltjes aan de eikels. Terwijl de winterek, die quasi eenzelfde blad heeft, die heeft eigenlijk korte steeltjes aan zijn eikels zitten. Maar het is eigenlijk om de eikels zelf te doen hoor. Hè. Winterek, zomereik, het maakt niet uit. Want als je die eikels laat drogen en je maalt die tot meel, dan kan je er een brood mee bakken. Niet zo lekker als het brood dat wij tegenwoordig eten, maar toch. En wat je ook zou kunnen doen met die eikels is ze roosteren en dan kan je er een koffie mee opgieten. Ja, nu, op die eikelkoffie zit ik niet echt te wachten, maar zo te zien aan de beplanting zijn er nog andere culinaire mogelijkheden. Ja, voor jou misschien meer in de smaak is het berkensap. Hè? Sap van de berk kan je dus in het voorjaar echt uit de takjes laten lopen. Ja, en je kan dat dus zo drinken, maar je kan het eigenlijk ook eens een beetje laten vergisten. En dan heeft het een beetje een wijnkarakter. En wou ik misschien zeggen wel een beetje gezonder, is natuurlijk hier ook de vlier. Hè? Heel vroeg in het jaar, juni, kan je van de vlierbloesem, kan je vlierbloesemsiroop maken. En wacht je nog even totdat de bessen donker, echt zwart van kleur zijn, dan kan je er ook weer vlierbessensiroop van maken. Maar let op, niet in het tussenstadium, nog niet als de bessen niet helemaal zwart zijn, want dan zijn ze giftig. En bovendien, vlierbloesem is altijd laxerend, denk daar toch wel aan. Ja, en natuurlijk is er ook nog altijd wel het onovertroffen paardenbloemen. Hè. Het groen van paardenbloemen, de blaadjes ervan, kan je snipperen en als sla eten. En natuurlijk ook om gezonde kruidkoek mee te bakken. Ja, duidelijk, mogelijkheden genoeg in zo'n voedselbos. Nu, het is allemaal teruggrijpen naar de kennis van vroeger en naar de gewoontes van toen. Hè. Alleen zijn wij daar zo los van gekomen. Wij kennen eigenlijk dat gebruik van die planten niet meer. Op natuurlijk specialisten. Hè. En bovendien, wij zijn ook in onze tuinen zoveel exoten gaan halen, waar we dus absoluut niet van weten voor wat ze allemaal dienen. En kijk hier naar die grote boom, een hemelboom. Wel, eigenlijk wordt die in China als een land van herkomst gebruikt om medicinale redenen. Laat ons daar nog vanaf blijven. Maar een boom die hier ook staat, dat is de amberboom, de liquidambar. Ja, en als je daar het hars van zou oogsten en je laat dat drogen, dan krijg je eigenlijk een kauwgom zelfs. Hier staan we aan de andere kant van de woning, weer een totaal ander zicht, met een zwemvijver. En een zwemvijver die ook bijdraagt tot het voedselbosidee. Hè? Want in de filterinstallatie, daar groeit waterkens. Wat andere mensen gaan kopen in de groentespeciaalzaak of in een warenhuis, zo in die kleine bakjes. Ja, en hier groeit er in overvloed. Hè? En ja, het lukt eigenlijk perfect, want waar die waterkers eigenlijk nood aan heeft, is een waterpartij met wat traag stromend of zelfs incijpelend water. Ja, nu die waterkers dient natuurlijk niet alleen om op te eten. Die waterkers zorgt ook mee voor de filtering van het zwemwater. Hè? Ja, het is een snelle groeier en daarmee eigenlijk ideale filterplant natuurlijk ook. Die haalt heel veel voedingsstof uit het water en voorkomt daarmee ineens algengroei in de zwemvijver. Hè? Het moet er wel bij gezegd, deze waterkers is eigenlijk net te ver om toch nog te oogsten, want hij staat in bloei. En dan is de smaak net iets te pittig geworden. Ja, conclusie in deze tuin moet dan toch wel zijn, waar je ook gaat,
Je kunt overal blijven van eten. Hè. Je kunt ze bij manier van spreken leeg eten. Ja, dat wil je natuurlijk niet doen. Hè, want een tuin is er natuurlijk ook. En vooral om van te genieten natuurlijk. Hè. Ja, en daar hoort natuurlijk toch ook wel die groene en die kleurige invulling bij. Er moet de sfeer zijn. Hè. En bovendien, neem natuurlijk geen risico's. Hè. Want er zijn zoveel planten die op elkaar lijken en die dus zowel ja, eetbaar kunnen zijn als ook giftig kunnen zijn. Ja, en je kent de uitdrukking, je kan alles eten, maar sommige dingen maar één keer. Want dan volgt de dood natuurlijk. Hè. Nu, vandaar ook van, ja, eet alleen wat je echt met naam en toenaam kent en haal niet zomaar gelijk wat in de tuin. Hè. Eigenlijk is de raad voor elk voedselbos, maar voor ook elke pluk- of snoeptuin, wel, laat hem eigenlijk vullen door een specialist. En bijvoorbeeld dus door een tuinaannemer. In de volgende aflevering krijgen oude tuinen een verjongingskuur en bomen spelen een hoofdrol. Tot genoegen trouwens van onze specialist die we in de kruin ontdekten.